Hier hebben wij toevallig ook een hijskraan staan. Dat is mooi. Wordt die lekker omhoog getakeld? Daar gaan we, jongens. We hebben de onderzeeër gestolen. Hij is binnen. Laten wij hem nu maar aan de kant hijsen. Laten we dan maar snel maken en weer wegkomen, denk ik. Want ja, we willen natuurlijk niet dat ze deze onderzeeër terugnemen en dat wij naar de gevangenis gaan. Dus takel hem er maar lekker op, zou ik zeggen. En dan kunnen wij er vandoor gaan. Mijn naam is Alex en welkom bij deze nieuwe video hier mijn kanaal. Vandaag gaan wij een onderzeeër stelen. En onderzeeër is daar al, dus we zijn ook echt gewoon naast gespannen, dus dat is wel mooi. En ja, hier kunnen wij dus deze onderzeeër stelen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet zomaar een onderzeeër kopen, want onderzeeërs zijn nou eenmaal erg duur. Ik zie daar wel een stipje en ik zie twee stipjes op de map. Dus dat gaat wat worden. Maar voor we beginnen wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal even dat blauwe duimpje omhoog kunnen doen. Dat ze super tof zijn. En dan ga ik even kijken hoe wij deze onderzeeër naar beneden moeten halen. Want wij moeten hem dus van dit schip afstelen. Dus ik zit heel even te kijken, want hij hangt aan een kraan. Maar misschien ligt er iets op de boot of zo, waarmee wij hem kapot kunnen maken. Of ja, we moeten die kraan eigenlijk zorgen dat hij gaat zakken. Dus laten wij het schip maar opgaan, jongens. En dan gaan we hier maar even kijken of wij ergens die kraan kapot kunnen maken. Zodat die onderzeeër naar beneden zakt. En dat wij die gewoon mee kunnen nemen natuurlijk. Want die onderzeeër hebben wij nou... Jongens, er loopt er iemand. Oké. Hebben wij iets met suppressor? Nee, geen suppressor. Heeft dit een suppressor? Nee. Waarom heb ik zo weinig? Ik heb gewoon geen wapens met suppressor. Oké. Ik heb deze sniper wel met suppressor. Dat is één ding wat zeker is. Maar wij moeten denk ik eerst die gozer hier uitschakelen. Want deze onderzeeër hebben wij nodig voor de volgende missie. Die ik eigenlijk in een volgende video ga doen, denk ik. En daarvoor hebben wij dus een onderzeeër nodig. Dus ik dacht, weet je wat, die gaan we even stelen. Oké, even kijken, waar is die gozer? Daar loopt hij, loopt lekker te bellen. 3, 2, 1. Oh, hij staat stil. Oké, daar ga je, meneer. Oh, hij loopt door. Oké. Oh, ik wou net schieten. Hopelijk hoort hij mijn voetstappen niet. Hopelijk loopt hij gewoon door. Oh, hij ziet me. Die is er. Oké, jongens. Onze target is dood. Die man is dood. Niemand weet voor niets als het goed is, want we hebben een suppressor gebruikt. Ik hoor ook nog nergens iets van een alarmpje afgaan of zo. Ik zie hier wel wat. Even kijken hoor. Wat is dit? Release the sub. Alright jongens. Hier hebben wij dus een control panel staan voor die kraan. Waarmee wij die submarine ding naar beneden kunnen gaan halen. Dus laten we maar even op die knop drukken. Boom. Hoppakee. En als het goed is. Gaat deze nu naar beneden. Hoppakee. Daar gaat die jongens. Let's go. Alright. Dan moeten wij nu denk ik van de boot afspringen. En dan gaan wij er even naartoe. Kijk uit. Oh, hopelijk zwemmen hier nu geen haaien. Dat zou niet zo mooi zijn. Climb onto the sub to enter it. Oké, jongens. We hebben gewoon een submarine, oftewel een onderzeeër, van dit enorme schip afgehaald. We hebben gewoon die kraan eigenlijk een beetje bestuurd. Dus dat is wel super sick. Oké. Go to the extrication point. Oh, shit. Uh-oh. Oké, mensen hebben ons door, jongens. Ik zie allemaal enemies op de boot. Dus laten wij maar onder water gaan. Hoppakee. Oké, ja, ik denk dat ze ons nu al wel kwijt zijn. Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk niet zo makkelijk zo'n submarine opsporen. Maar jongens, ik spoel het even door. Want ik moet wel een stukje water, denk ik, met dit ding. En dan zie ik jullie als ik op de locatie ben aangekomen. Oké, jongens, we zijn bijna aangekomen op de locatie. We moeten hier zijn bij dit rondje. En dan gaan wij hem hier even inzetten. En dan kijken we even wat er dan gaat gebeuren met deze submarine, oftewel onderzeeër. En
Hier hebben wij toevallig ook een ijskraan staan. Dat is mooi. Wordt die lekker omhoog getakeld? Daar gaan we, jongens. We hebben de onderzeeër gestolen. Hij is binnen. Laten wij hem nu maar aan de kant hijsen. Laten we dan maar snel maken dat we hier wegkomen, denk ik. Want ja, we willen natuurlijk niet dat ze deze onderzeeër terugnemen. En dat wij naar de gevangenis gaan. Dus takel hem er maar lekker op, zou ik zeggen. En dan kunnen wij er vandoor gaan. Hoppakee, kijk eens hoe netjes die dat doet. Let's go, zet hem maar neer. Laat maar vallen. Juist hem, nice. Oké, jongens, we hebben de onderzeeër. Dat is mooi. En wat gaat er nu gebeuren? Hij wordt al helemaal mooi klaargemaakt. En ja, ik zou zeggen, neem hem maar mee. Trevor, die gaat rijden, denk ik. Ja, Trevor rijdt. Hoppakee, we hebben een mooie vrachtwagen ook klaarstaan. Let's go dan maar. Hoppakee, die andere gozer stopt ook in. En laten we maar maken dat wij hier zo snel mogelijk wegkomen met de onderzeeër. Drop the submarine at the warehouse. Maar holy shit, we hebben gewoon die enorme submarine achterop deze vrachtwagen staan. En ja, daar rijden we nu gewoon eigenlijk mee door de stad. Dat vind ik nou weer echt super sick. En er is hierna dus nog een vervolgmissie die ik ook wil opnemen. Ook wil gaan spelen met jullie en zo. Dus heb je er zin in? Zo ja, laat dan natuurlijk allemaal even dat blauwe duimpje omhoog achter op deze video. Want in die missie gaat wel wat super sicks gebeuren, kan ik jullie nu al vertellen. Maar oké, dat terzijde. Wij brengen deze submarine even naar de locatie. Dan moet deze vrachtwagen even opschieten. Meneer, reis door joh. Jeetje, wat rij jij sloom. Oké. Dan gaan we hier lekker naar links. Hier nog een keer naar links. En dan hebben wij hier het warehouse. Waar wij hem dus neer moeten zetten. Even kijken hoor. Rij hem lekker naar binnen. 3, 2, 1. Hoppakee. Jongens, de submarine staat veilig binnen. Get out of the truck. Oké, moeten wij hem er nog afhalen of laten we hem gewoon lekker opstaan? Of wat gaan we nu doen? We hebben hem tenminste binnen. Dat is één ding wat zeker is. Dat is wel super mooi. Hoppakee, kijk dan. We hebben gewoon dat enorme ding hier op die truck staan. Hij rent achter me aan. Waarom ren je achter me aan? Waarom rennen we weg? Moeten we wegrennen? Oh ja, ze mogen ons natuurlijk niet zien met het ding. Anders denken ze van, huh? Wat doet hij hier? Wow. Oké, we hebben hier een mooie auto. Mag ik niet mee? Nee, hij laat me achter. Waarom laat... Au. Wat doe je? Ik dacht dat ik mee mocht rijden. Waarom laat je me zomaar achter? Ik kom er achteraan hoor. Wauw. Hij laat mij gewoon hier achter. Oké, jongens. Dit was deze missie. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Zo ja, laat dan natuurlijk allemaal even dat blauwe duimpje omhoog achter. Het was een wat kortere video. Sorry daarvoor. Hierna komt nog een missie. Die komt over een paar dagen denk ik wel online. En die heeft wat meer actie en zo. Gaat ook wat meer gebeuren. Ook met deze submarine die wij dus net gestolen hebben. Dus als jullie daar zin in hebben, laat dan natuurlijk even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op dat belletje naast de abonneerknop. En dan zie ik jullie ook niet allemaal weer bij de volgende video. Later.